Yo mensen, leuk te kijken naar een nieuwe smoothie video op mijn kanaal. Ik ben Rosita en vandaag, zoals jullie zien, heb ik weer een nieuwe smoothie video. Ik zal het camera even verplaatsen. Ik heb vandaag kersen uit pot, uit pot, pitloos en wilde bessen. Laten we focussen op de naam. Deze ga ik gewoon in doen. Het zijn twee keer al even luchten. Ik ga denk ik de sap van de kersen er doorheen doen. Maar daar hebben we eerst eventjes nodig. En dat is dit ding. Puur alleen om het sap te scheiden van de kersen zelf. En om het sap te scheiden hebben wij een... Ja, we doen gewoon een glas, jongens. Jullie het ook gewoon lekker zien. Zo, en ik heb een glas. Even kijken hoe ver kan die staan, zo ongeveer. We beginnen natuurlijk met de kersen. Ik pak nog wat bij. Ik pak deze erbij. Dit is iets om potten open te maken. Want het is zeg maar een soort rubbertje waardoor je de plek zoveel makkelijker kan pakken en open kan maken. Eigenlijk. Je krijgt hem gewoon niet open. Nu moet hij wel open gaan. Tada! En hier heb je kersensap. Zo. We gaan gewoon een aantal kersen erin doen. Natuurlijk altijd eerst het fruit. Het belangrijkste van de soort is de fruit. Dus we gaan altijd het eerste fruit erin doen. Ik pak er nog even een lepel bij. Maakt niet uit hoeveel je erin gooit. Gooi er wat lekker voor wat in. Dat moet ik met de bessen ook doen. Dan moet ik wel al het sap eruit halen natuurlijk. Zo. Iets meer dan de helft van de pot heb ik er nu in gedaan, als je zo ziet. Zien jullie dat? Ja, dat zien jullie wel. Zit nu daarin. De sap hou ik nog eventjes apart. Eventjes het zeefje omspoelen. Pakken we het tweede glas. Zo, het tweede glas heb ik nu voor de andere sap. Open nu. Tadaa. Hier zit gewoon geen sap in. Het is vrij zoet. Kijk, dit geen sap in. Zien jullie dat? Laten we focussen. Het is geen sap, het leek sap, maar het is het totaal niet. Dus daar kan ik ook gewoon een aantal lepels in doen. Dan hebben we in ieder geval een glas alvast voor de smoothie dadelijk. Zo. Heerlijke rode fruitsmoothie. Zo, het is ongeveer de helft wat ik er nu in heb gedaan. Gaan we die pot ook wegzetten. Dan gaan we er ook nog het sap bij doen van de kersen. Hoppa, er is nu ook sap van de kersen bij. Dan gaan we nu de blender erop gooien zetten. Dan gaan we aftellen van... 3 naar 0. 3. 2. Ik ga even laten focussen op dat. 3. 2. 1.
En hier is de rode beste smoothie. Ziet er hartstikke lekker uit. Ga even inschenken. Dan ga ik er even opruimen. En dan ga ik naar boven toe om het verder op te nemen natuurlijk. Oh, sorry. Pakken het glas erbij. En we doen het erin. En ik heb te veel gemaakt. Dus als het echt lekker is, heb ik nog voor een glas over. Die ga ik ook lekker in de koelkast zetten. En jullie zien mij zo wel weer bij het proeven. Tot zo. Mensen, zoals jullie zien, ben ik nu weer in mijn slaapkamer. Ik heb hier de smoothie. Rode wildebes of zo met kersen. Met kersensap erbij, want er zit kersensap in zo'n pot. Die heb ik er dus bij gedaan. Ik ga dit gewoon proeven. Die rode bes, die wilde rode bes, waren best wel zoet. En ik proefde met mijn vinger gewoon normaal. Ik weet niet hoe de kersen proeven, dus dat ga ik gewoon nu doen. Ik ga gewoon proeven hoe het smaakt. Dit is oprecht gewoon super zoet. Dit is zo zoet dat zelfs een kind dit zou willen drinken. Dit is echt super, super, super lekker. Ik geef deze smoothie ook daarom een 9 van de 10. Top smoothie. Ik wil even jullie vragen. Hebben jullie toevallig ook nog ideeën voor mij die ik kan gaan uitproberen als smoothie zijnde? Of welke fruit ik moet gebruiken. Of groenten die ik doe wat ik met mijn fruit moet doen. Zet het in de reacties. Ik kan ook meerdere stukken fruit doen in plaats van 2. Kan ik er ook gewoon een keer 3 doen. Als ik te veel van hetzelfde fruit heb gebruikt. Moet je het even ook eventjes zeggen. Ik kan wel heel laat reageren. Omdat ik video's van tevoren pas allemaal opneem. Maar dat moet niet uitmaken. In ieder geval, jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, abonneer voor meer hier beneden. En ik zie jullie gewoon de volgende keer weer. Laters.